Fijn dat u er bent. Ik zie u niet helemaal, want ik zit een beetje in het duister. Maar, nou, u kunt in ieder geval, u heeft het beeld dichtbij. Het beeld dient ter ondersteuning van mijn verhaal. Ik hou zelf niet zo van die powerpoints met veel tekst. Van de andere kant wil ik ook niet alleen maar vertellen. Dus het hoort een beetje bij elkaar. Aandacht. Als ik naar mijn leven kijk, en u heeft al gehoord dat ik net met pensioen ben gegaan, ik ben 65 geworden in augustus. Als ik terugkijk, maar het ook blijft actueel, dan zie ik dat in mijn leven deze drie aspecten steeds naar een onderlinge verbinding zoeken. En dat het, heb ik ontdekt, wellicht mijn belangrijkste levensopdracht is om deze drie te verbinden. En momenten in mijn leven waarvan ik dacht, hé, ik moet er maar eens eentje laten schieten, die gingen meestal ernstig de mist in. Dat was een waarschuwing. Nee, jouw opdracht is, breng ze bij elkaar. Als ik dat even in beeld breng, vanaf mijn 7e jaar werd ik hier muzikaal grootgebracht in de kathedrale koorschool van Groningen. Ik sta bij de jongens op de achterste rij, geheel aan de rechterkant. Ik was toen 11. Prachtige voorschool, Gregoriaans, oude polyfonie, klassieke missen. Dat vind ik ook wel een interessant plaatje. Ik was 18. Dit is het klassieke vak van dirigent-organist. Dus ik begon in de kathedraal met op mijn 15e als assistent dirigent-organist en later in de parochiekerken. En u ziet dat gebaar, je moet met je linkervoet opvangen wat je eigenlijk met je linkerhand had moeten spelen, maar met je linkerhand moet je het koor dirigeren en zo hou je de zaak een beetje bij elkaar. Langzamerhand breidt zich dat dan uit en dit is met het koor wat ik in Groningen 35 jaar heb gedirigeerd, de Toonkunstkoor, Katholiek Koor Tooienvereniging, met het Noord-Nederlands Orkest. En dat is prachtig om die grote oratoria, om daar klank en vorm aan te geven. Mijn onderwijsverleden, kom daar straks nog op terug, heeft zich vooral afgespeeld aan het Sint Maartenscollege in Groningen, waar ik leerling was. En daarna muziekdocent en koorrector ben geworden. En toen in het conservatorium van Enschede, wat u hier in beeld ziet, muziekcentrum. De laatste jaren voor mijn pensioen, vanaf ongeveer 2000 tot vorig jaar, werkte ik aan de Hans Hogeschool in Groningen. En dit zijn een paar beelden van het belangrijkste onderdeel wat ik moest leiden. Het Prins Claus Conservatorium in Groningen en de Dansacademie Lucia Martas in Amsterdam en in Groningen. En dit is een belangrijke plek voor de inspiratie. Ik kom daar straks ook op terug. Het Karmelklooster in Drachten in 1993 door de zusters Karmelitessen verlaten. Maar met de Karmelietengroep in Noord-Nederland komen we daar elke maand bij elkaar. De Karmelieten. Een enorme inspiratiebron. Een paar sfeerbeelden. U ziet het wapen van de Karmel. U ziet onderaan de berg Karmel, waar het allemaal begon. Met de bron van Elia Karmelieten. Klooster van Boksmeer en van Zenderen. Aandacht. Wat is dat? Ik heb mijzelf aangewend dan eerst maar eens het woordenboek te zoeken, hoewel ik kon het ook niet laten om nog even wat plaatjes. Later worden jullie zelf leraar. Ha, ha, ha. En deze. Dan is het nu tijd voor 10 minuten oprechte aandacht. Als je in het woordenboek kijkt, dan is het eerste wat er staat dat aandacht iets is van buitenkant. Dus iets om naar te aanblik, bekijks, gehoor, buitenkant. En er is binnenkant, aspect, oplettendheid, attentie, interesse.
toewijding, zorg. U ziet die dimensies. Ik ga er echt helikoptergewijs overheen. Wat aandacht eigenlijk is, volgens het woordenboek, komen ze zo meteen nog even bij de theoretici, binnenkant en buitenkant. Volgens de theoretici is het een hersenmechanisme waarbij je filtert. Ik heb daar een zeer actueel voorbeeld van, want mijn vrouw die heeft een aantal jaren geleden een behoorlijke beschadiging opgelopen aan haar hersenstam. En zij kan niet meer selecteren. Dus als wij alle impulsen binnenkrijgen uit onze omgeving, dan komen ze bij elkaar en dan kunnen wij dus bijvoorbeeld, als we met iemand in gesprek zijn, kunnen we mensen uitschakelen om ons heen en ons richten. Dus de irrelevante informatie wordt gescheiden en ten dele verwerkt. En zo kun je bijvoorbeeld ook het zogenaamde cocktailparty effect krijgen. Je kent dat wel, je concentreert je op één persoon, ondanks de omgeving en alles wat er om je heen gebeurt. Zelfs als iemand dan anders toch nog probeert om je aandacht te trekken, dat herkent u ook wel, je bent met iemand in gesprek en er zit iemand daar en die wil jouw aandacht. Die probeert dat te trekken. Maar ik richt mij, dus ik kan kennelijk toch dat op dat moment beschouwen als nee, dat is een niet relevante prikkel, dus ik richt mij toch hier. Dus in feite onderdruk ik een bepaalde impuls die toch van buiten op mij afkomt. Het is volgens theoretici dus van de ene kant waarnemen. Dus je let ergens bewust op, je focust ergens op en je richt je interesse. Dat is één. En de andere kant is, je kiest. Je maakt een keuze. Je selecteert uit wat je kunt waarnemen of wat je denkt. Dus wat er van binnen gebeurt in je gedachten. Ook daar gebeurt een dergelijk proces. Dus je kiest, je richt je op één aspect en de andere negeer je. En dat hangt onder andere af van wat je zelf beschouwt als wat je verwerkingscapaciteit kan worden genoemd. Ik kan zoveel aan en niet meer. Dat herken ik dus heel erg vanuit de situatie met mijn vrouw. Omdat zij moest er echt aan wennen van, ik kan gewoon niet meer verwerken dan dat. Dan zoveel. Zoveel impulsen. Aandacht. Aandacht is wederkerig tussen mij en de ander, of tussen mij en het andere. En mij en de ander kan ook het ander zijn met een hoofdletter. En het kan ook iets anders zijn en ik. En er zijn prachtige, in de taal zijn prachtige uitdrukkingen, hè? Aandacht vragen, maar zelfs aandacht trekken of aandacht afdwingen. Dat is van de ene kant, de andere kant aandacht krijgen, aandacht ontvangen, aandacht negeren en aandacht schenken, aandacht geven. Aandacht richten, aandacht vestigen op. Dit allemaal even ter oriëntatie op wat moeten wij daar nou onder verstaan, onder aandacht. Als ik kijk, en ik heb al iets over verteld over, waar ging nou mijn aandacht naar uit als ik naar mijn leven kijk, en met name naar de momenten waarop ik keuzes moest maken. Wat trok daar mijn aandacht, wat bepaalde mijn aandacht? En we weten dus dat het gaat over waarnemen en kiezen. Nu. Ik was 12 en toen zei ik tegen mijn ouders, ik ga nu naar het seminarie. Want ik wil graag priester worden. Dat wilde ik altijd al, zolang ik me kan herinneren. Toen zei mijn moeder, nou, ik denk dat je toch beter eerst gewoon de middelbare school af kunt maken. Het Sint-Maartens College, ben je toch onder de Jezuïeten en dan... dan zien we daarna wel weer verder. Dat was overigens volgens mij met terugwerkende kracht een heel wijs advies. Maar ik vond het niet makkelijk. En toen ik 18 was, toen gingen we met het Jezuïtencollege, dat was traditie, naar een eindexamen retraite in een klooster, Egmond, een week lang.
Dat was traditie, maar voor mij was het extra moeilijk, want daar kwam weer dat moment. Ja, wat moet ik nou? Toch maar priester worden? Toch maar? Of is dat nou wat ten diepste mijn bestemming is? Maar hoe is het dan met de muziek? Want zo vanaf mijn vierde wist ik al dat ik op de oude Franse piano van mijn opa al improviseerde en daar merkwaardige teksten bij zong, waarvan ik later begreep dat het kerklatijn was. Dus, muziek als studie, of toch de kerk, of ik herinner me nog psychologie of geneeskunde of Duits. Ik vond het geen gemakkelijke keuze. Maar ik wist, muziek is zo fundamenteel voor mij dat ik kennelijk op intuïtie toch koos. Nee, ik ga muziek studeren. En dan begreep ik ook langzamerhand dat de keuze voor het priesterschap onmogelijk was, omdat ik heel verschrikkelijk graag vader wilde worden en trouwen. U ziet het hier in beeld. Dat zijn onze beide zoons met hun vrouwen en onze beide kleinzoons, die allebei in Twente wonen. Dan de volgende keuze. Ik ging vanaf het Maartens College waar ik leerling was, bleef ik eigenlijk, ik kan me niet anders herinneren, ik ben niet weggegaan, ik was al dirigent van het schoolkoor en het schoolorkest, dus ik dacht, ik kan hier wel blijven. En ik was heel snel daar docent en op mijn 25e ook corrector van het Sint Maartens College. En het Maartens College, ik weet het, hoort bij uw stichting. En ik ben daar erg lang thuis geweest. Maar in 1979 belde de directeur van het consortium in Enschede op en die zei, wil je Gregoriaans komen geven? En ik was al de laatste in Nederland die dat had gestudeerd. Dus toen kwam die keuze, dat was ook een soort spagaat, ik herinner me nog, elke week heen en weer rijden tussen Groningen en Twente. En al heel snel voelde ik de roep van het hoger onderwijs. En hoe fantastisch dat het is om in zo'n conservatorium midden tussen de mensen te zitten, de jonge talenten die werkelijk gaan voor hun vak. Dat raakte mij heel diep. En ik besloot om het conservatoriumonderwijs in te gaan in Enschede. Eerst als hoofdvakdocent en later als directeur. In het begin van de fusie van het hoger beroepsonderwijs. Volgende keuze. De roeping bleef aan de deur kloppen. En ik zei u al, muziek, spiritualiteit en management. Als het uit elkaar viel, ging het mis. En dit was goed mis. Dus ik leerde in de 80er jaren door de verhuizing van Groningen naar Twente de Karmelieten kennen. Ik kende ze niet. En de belangrijkste, overigens, die is hier aanwezig, Kees Waarman. En door hem vooral, en door daar thuis te komen, leerde ik de Karmelieten kennen. Ik had echt het gevoel, ik kom hier thuis. In mijn spiritualiteit. En dat was het begin om te stoppen met mijn baan aan het conservatorium. En ik was gestopt en een paar maanden later werd ik heel erg ziek. Ik ben een jaar ziek geweest en echt burn-out, zodat ik dacht, en ook mensen om me heen, dat ik echt niet weer beter werd. Het was stevig, kan ik u verzekeren. En ik voelde, dat is een rekening van al die jaren ervoor. Ik koos voor een sabbatperiode, verhuizen, studeren, en een zeer weldadige en leerzame periode in Nijmegen rond het Tietz Brandsma Memorial en het Tietz Brandsma Instituut. Dat was in hoge mate veel spiritualiteit. Ik ga nu niet te veel in op wat er allemaal zo daaronder zou kunnen worden verstaan, maar u voelt het wel. Bij de Karmelieten thuis, heel erg het gevoel, ik kom in mijn oude roeping thuis. Maar waar was het management gebleven? En dat riep toch weer. Dus in 1999 ben ik een eigen bedrijf begonnen met een vriend. We zijn verhuisd naar het noorden terug. Heimwee naar het Groninger land. En daar ben ik een consultancybedrijf met hem begonnen. En ik heb 5 jaar lang in het bedrijfsleven rondgelopen. Als coach en management trainer en interim manager.
veel op Nijrode gewerkt, prachtige programma's daar ontwikkeld. En dat was het volgende keuzemoment, want langs die kant kwam ik binnen in de Hans Hogeschool van Groningen. En toen was ik terug bij af, zou je kunnen zeggen, maar langs een hele mooie, prachtige omweg kwam ik bij het Prins Klaus Conservatorium terecht, waar ik tot mijn pensioen heb gewerkt als diendirecteur. Heel erg geïnspireerd door Prins Klaus, met wie ik overigens een aantal jaren heb samengewerkt. En dat was een indrukwekkend mens. En op mijn 63ste besloot ik om voor een deel terug te treden, om naar mijn pensioen toe te kunnen bewegen. En op mijn 65ste ging ik met pensioen. Het pensioen gaan is een hele eer, maar bedenk goed, je hebt nooit vakantie meer. Of nog ernstiger, de bejaarden hebben onze hangplek ingepikt. En dan komt wat iedereen altijd zegt dat met de pensioen gebeurt, wat overigens natuurlijk vanuit je eigen perspectief absoluut niet waar is. Maar het vraagt wel aandacht, kan ik u verzekeren. Dus als ik zo naar mijn leven terugkijk, begrijp ik, het is een vorm van spiegelen. En dat heeft het, is het steeds geweest. En dat spiegelen heeft mijn aandacht gevraagd. En ik heb ook steeds meer begrepen wat aandachtig blijven, wat dat betekent. Op zijn minst is het de tijd nemen. En het is eerlijk blijven naar jezelf. Dat is ook aandachtig leven. Luisteren. Naar binnen luisteren, naar buiten luisteren. Je hartenklop luisteren. Mooi dat dat een muzikaal beeld is wat u daar in het midden ziet. Die paukenist die even goed luistert. Ik kijk op mijn leven terug en ik zie het als een vorm van meditatie. Letterlijk. Als het zoeken naar het midden. En ik begreep wel, muziek, spiritualiteit en management, dat moet daar bij elkaar komen. Dat is kennelijk mijn opdracht. Maar ja, wat betekent dat dan precies? In ieder geval ontdekte ik wel schipperen. Ik heb het wel geprobeerd, maar het hielp niet echt. Zoeken naar de essentie en naar interesse. Interesse, essentie. Dat is toch wel behoorlijk belangrijk, maar ja. Hoe of waar vind je dan essentie? In ieder geval ontdekte ik, en misschien heeft de muziek mij daarbij geholpen, omdat dat zo'n prachtig middel is wat je als talent meekrijgt, is door aandacht voor de vraag, ben je of word je nog geïnspireerd? Ik geef nog elk jaar aan de Hans Hogeschool een trainingsprogramma van een weekend voor 55-plussers. Het is fantastisch overigens dat zo'n hogeschool daar geld voor ter beschikking stelt om mensen een half jaar vrij te stellen om zich bezig te kunnen houden met wat dat keuzemoment in je leven, 55, ze hebben het ook voor 45-plussers. Wat betekenen die keuzemomenten in je leven die met die fase van je leven samenhangen? En de vraag daarbij die het belangrijkste is, ben je of word je nog geïnspireerd door iemand of door iets, ben je nog geïnspireerd? En dat is een mooi woord, inspiratie. Ik kan toch niet laten om het over spiritualiteit te hebben, zoals u begrijpt, omdat het zo mooi dat woord verbergt van spiritus. In het Hebreeuws ruach, dus levensadem. Hoe zit het met jouw levensadem? En daarom zag u daar straks al die foto van die midwinterhoornblazer. Dat spierans, dat spierantiseren. Hier komt zo mooi in samen de adem, hoe zou het anders moeten met het instrument, en het roepen, de roeping. Hoor je het wel? Hij kan uit. Ja. Inspiratie en spiritualiteit, die komen heel mooi samen in deze beide uitdrukkingen. Op adem komen en de geest krijgen. Dat begrijpt u vanuit inspiratie
en spiritualiteit. De geest krijgen. Zoals dat mooie plaatje van Paus Gregorius de Grote, naar wie het Gregoriaans is genoemd, waarvan die vaak wordt afgebeeld met die duif die daar aan zijn oor hangt, bij zijn oor hangt en hem van alles influistert. De geest krijgen. Voor sommigen, maar ik kan niet helemaal nu in uw hoofd kijken, kan dat aan de vage kant raken. Ja, de geest krijgen en op adem komen. Dus het kan wat vaag worden. Dat is het dus voor mij niet. Ik hoop dat nu al wel duidelijk is, maar ik hou er wel rekening mee. Maar dus de geest krijgen, wat is dat dan? Waarvan krijg ik dan de geest en wat inspireert mij? En het lijkt me dat het belangrijk is voor ieder van ons om de bronnen te herkennen, om te weten waar krijg ik de geest? Wat inspireert mij nou? Iemand, iets. Als ik naar mijn eigen inspiratiebronnen kijk, dan is muziek in ieder geval een hele verschrikkelijk belangrijke. Dit zijn hele mooie foto's van het Prins Klaus concert, wat één keer in de vier jaar door het Prins Klaus conservatorium wordt georganiseerd, waar de koningin twee keer bij is geweest en ook komende maand zal ze weer als prinses daarbij aanwezig zijn, om die lijn naar Prins Klaus helder te houden en te blijven actualiseren. Muziek als inspiratiebron. Op de eerste plaats voor mij ook als componist zijn er heel erg verschrikkelijk belangrijke componisten. Als ik iemand vraag, als je naar mijn composities luistert, wat vind je daar dan karakteristiek aan? Herken je een stijl of zoiets? Dan is het merkwaardig dat geen van deze componisten worden genoemd. Ik weet niet of het een compliment is, maar in ieder geval, of juist niet. Maar ik heb me hierdoor wel te laten inspireren. Bach, Mozart, Brahms, Verdi, Olivier Messiaen en dirigenten natuurlijk. Voor mij op de eerste plaats Leonard Bernstein. Dat zijn muzici die hebben mij geïnspireerd vanuit de geschiedenis. Ik zei u al, in de actualiteit werd ik vooral door de studenten geïnspireerd als muzici. Een andere inspiratiebron voor mij is de mystiek. Er zijn grote mystici en dichters die voor mij inspiratiebron zijn geweest. En tot op de dag van vandaag. Heel erg belangrijk is Rainer Maria Rilke voor mij geweest. De beroemde Duitse dichter en mysticus rond 1900. Prachtige gedichtenbundel. De Getijden heeft geschreven. Das Stundenbuch. Fenomenaal. En die gedichten die zijn muziek voor mij in ieder geval. Of Rabindranath Tagore, die al aan het begin van de 20e eeuw als eerste niet-westerling de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Of Hildegard von Bingen. En twee vrouwen naar wie uw scholen zijn genoemd. Edith Stein. En Etty Hillersum. En Carmelieten. Twee mensen die heel dicht bij elkaar staan, volgens mij. Tietz Brandsma, zalige Tietz Brandsma. Maar ook Kees Weiman, die hier aanwezig is. Zijn enorme inspiratiebronnen voor mij geworden. Die Karmel als inspiratiebron. Want hoe kwam het nou toch dat ik de Karmel ontmoette en het gevoel kreeg, ik kom hier thuis. Wat is dat? U kent die uitdrukking allemaal. Dat je zegt, ik heb het gevoel dat ik thuis kom. Kernwoorden van de Karmelitaanse spiritualiteit, die vinden wij in de regel. Jij citeerde er al net al uit. En de regel, het is wel een hele mooie foto van de regel, is niet helemaal scherp, maar dit is een gekalligrafeerde vorm van de regel. Arie Trum, kunstenaar rond Nijmegen, die heeft de regel gekalligrafeerd met de hand en in het midden is een gouden cirkel en daarbinnen is het leeg. Of zoals wij vaak tegen elkaar zeggen, het lege midden. Daar waar je naar het laatste antwoord zoekt en het niet krijgt, daar waar je de
de antwoorden uit handen wordt geslagen, maar waar je misschien toch wel juist dat zoekt wat je hoopt te vinden. Dus dat merkwaardige, mystieke midden. Meditatie. En voor mij is essentieel voor de elementen die spreken uit de regel, is op de eerste plaats ruimte maken en ruimte laten. Die ruimte, die, als je die even visualiseert, op de berg Karmel, waar dus de kloosterorde van de Karmelieten is ontstaan. Kun je niet helemaal zo zeggen dat die daar is ontstaan, maar in ieder geval op geïnspireerd. Daar moet je zich voorstellen dat er eremieten leefden op die berg, los van elkaar, dus één voor één, maar ze deden wel dingen samen. En aan de poort, daar was de prior, dus de eerste onder de gelijken. Die was het dichtste bij de samenleving, zou je kunnen zeggen, die bewaakte de poort, de ingang van de gemeenschap, zou je kunnen zeggen. Hoe liet men elkaar de ruimte? Op de eerste plaats door in jezelf te verkeren. Dat is jouw plek, jouw alleenige plek. Daar probeer jij het midden te zoeken, te mediteren. En dan kom je bij elkaar regelmatig en dan vier je en dan overleg je met elkaar en dan beproef je elkaar. En dat is een andere manier van ruimte maken en ruimte laten, namelijk dat de ander er ook mag zijn, ondanks of dankzij jou. Ruimte maken, ruimte laten. Ruimte. En in heel veel psalmvertalingen, onder andere ook die Kees Weiman heeft gemaakt, is dat woord ruimte prominent in de Karmelitaanse spiritualiteit gezet. Ruimte. En het ruimte hangt ook samen met plaats. Als u denkt aan de plaats waar je staat is heilige grond, ieder zijn plaats. Ieder zijn cel, dus je eigen plaats, maar ook ieder zijn bestemming in de zin van ieder zijn plaats. En we kennen de uitdrukking iemand op zijn plaats zetten. Kent u, ja? Je moet jou even op je plaats zetten. Dan heb je kennelijk het gevoel, hey, was een plek afgeraakt op de een of andere manier. Nou, ik kan ervan getuigen vanuit mijn ervaring met mijn burn-out jaar, wat dat betekent, dat je volstrekt van je plek bent geraakt. Dus hoe kom je dan weer terug op je plaats? Op je plaats. De plaats waar je staat is heilige grond. Dat betekent, jij moet die grond heiligen, want de grond is in zichzelf in potentie heilig. Heilig de grond op de plaats waar je staat. Maar de plaats waar je staat. De plaats waar je staat is heilige grond. Voor ons elke dag in het onderwijs, bijvoorbeeld. Respect voor de ander. Gezien worden. Prachtig. Een van de mooiste gedichten die ik ken van Rabindranath Tagore. Ik heb daar muziek bij gemaakt. Die gaat al dus. Steeds weer opende ik mijn deur. Steeds weer opende ik mijn deur. Keek uit over de duisternis. Door welke verbijsterende diepten van het duister ontvouwt zich jouw weg om mij te zien. Dat is prachtig, want je weet niet helemaal zeker, als het over jou en mij gaat, is het God en ik, of is het ik en de ander, of is het ik met mijzelf. Ontvouwt zich jouw weg om mij te zien. Wat is het prachtig als je bij iemand ervaart, die ziet mij echt. Die ziet mij zoals ik ben. Wat is het mooi om gezien te worden. En dat is iets anders dan dat iemand je koekeloert met een verrekijker. Het is dus niet voyeuristisch. Respect voor de ander, gezien worden. Zorgvuldig spreken. Bijt nog maar liever je tong af.
Een belangrijk hoofdstuk in de Karmelregel gaat over zorgvuldig spreken en dat hangt samen met stilte. Ik heb in de jaren nadat ik burn-out ben geweest heel veel gemediteerd, elke dag. Gezeten, een half uur, elke ochtend. En dat was weldadig, dat is prachtig. Zoals ik het ook prachtig vond om in de, en nog steeds vind overigens, om in vieringen te zijn en te mediteren. En ik ervoer daar een andere manier van waarnemen, een andere aandacht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het moet toch mogelijk zijn dat wat ik hier ervaar in het mediteren, dat het ook gewoon de dag doorgaat. Zoals ik in het kloosterleven leerde, het bidden gaat de dag door. Dus het is niet zo van, we gaan naar de kapel en dan gaan we dan een half uur bidden en dan gaan we gewoon weer aan het werk. Nee, dat heeft kennelijk met elkaar te maken of zo. Dus de monniken leerden mij, het bidden gaat de dag door. Het is dus een soort grondhouding. En dus stilte is niet alleen maar, en nu zijn we stil. Stilte is een grondhouding. En stilte spreekt in het spreken. En stilte spreekt in het luisteren. Hoe luister je dan naar je leerlingen? Naar je collega? Naar je leidinggevende? En als je je woorden kiest, op basis waarvan? Of was je misschien toch weer net even te snel? Dus wat is dat? Zorgvuldig spreken, wat trouwens een heel mooi woord is. Met zorg, vervuld spreken. En wat is dat luisteren? De stilte is niet alleen maar, er is geen geluid. Als dat al waar zou zijn, er is altijd geluid. Stilte, leerde ik in de Karmel, is een grondhouding. Een heel belangrijk ander aspect. Iedere kloosterorde en congregatie kent een kapittel. Dat komt één keer in de drie jaar bij elkaar. En daar wordt het beleid, zouden wij zeggen, voor de komende jaren uitgestippeld op basis van evaluatie van de jaren ervoor. Dat komt ons allemaal bekend voor. Maar het is meer dan dat. Overigens kan ook heel gezellig zijn, dat ziet u wel onderaan. Daar mag best een borreltje bij. Wat is de essentie van het kapittelen? Het werkwoord kennen wij, kapittelen. En dat heeft een beetje een negatieve lading gekregen van, nou, ik zal jou eens goed kapittelen. Maar in de regel van de Karmel staat dat je elkaar aanspreekt. En dat je, zoals het heet, de verbinding bewaart. Het verband. Kom daar nog op, zometeen. En kapittelen is per definitie confronteren uit liefde. En dat klinkt een beetje merkwaardig. Maar denkt u maar aan, als u zelf kinderen heeft en je probeert ze op te voeden, het is onvermijdelijk dat je van ze houdt en daarom ook ze confronteert. Onvermijdelijk. Overigens omgekeerd, idem dito. Ik heb heel veel van mijn kinderen geleerd. Confronteren uit liefde heeft ook te maken met wat ik daar straks zei over de plaats. Dus als stel, ik ben leidinggevende in een onderwijssituatie en ik zie aan een collega aan wie ik leiding geef, je zit gewoon niet lekker in je vel. Is dat wel dicht bij jouw talent? Ben je hier wel echt thuis? Dat zijn lastige vragen. Want ze hebben de neiging om een oordeel te hebben op een verkeerde manier van zorgvuldig spreken, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar als ik er toch van overtuigd ben en ik kan iemand confronteren uit liefde. En dat gaat verder dan ik doe het voor je eigen best wil. Dat is iets anders. Dan ga je erboven staan. Ik weet wel wat goed voor jou is en volgens mij is het veel beter jij. Nee, dat is het niet. Het vraagt een andere manier van aandacht. Gericht op die ander. Maar ik heb ook geleerd, ook door het management, dat het mogelijk was om vanuit iemands talent te kijken en ten diepste zelf te kunnen genieten als iemand echt op zijn plaats viel, zoals dat heet. Oh, nu ben je op je plaats gevallen. Wat is dat mooi. Niet makkelijk.
En dat is de essentie volgens mij van kapittelen. Je draait er niet omheen. Je spreekt elkaar erop aan. Met de liefde als midden. Zoals letterlijk in de regel staat. Met de liefde als midden. Maar ja, dat is dat lastige midden. Want daar zijn ook die vragen waar je geen antwoord op kunt vinden. Waar je niet uitkomt. Ja, je begrijpt het. En ik kon niet nalaten dit ook nog maar eens te doen. Want u begrijpt, vanaf het begin van het fusieproces van het HBO heb ik daarmee aan vorm gegeven. Dus ik weet wat het betekent. We hebben rankings en we hebben ik weet niet wat voor internationale ontwikkelingen. Waarbij je in lijstjes moet komen en er moeten getalletjes aan vast. En er moeten accreditatiesystemen en visitaties en beoordelingsgesprekken en et cetera. Dus je kunt zomaar verdwalen in het bos van regelingen en hoe ik jou moet beoordelen met lijstjes. En daarom heb ik dit er nog maar even weer bij gezet. Want het is wel een vorm van kapitelen, maar hoe doe je dat? Confronteren uit liefde. Dit is een hele belangrijke die ik geleerd heb vanuit de karmel en de regel. Natuurlijk moet er ordening zijn. Als ik moet improviseren met een groep, slagwerkers bijvoorbeeld, dan is het prettig als iemand een grondmetrum aangeeft. Dan is er in ieder geval duidelijke regelmaat. Maar dan moet daar binnen geïmproviseerd. Dan moet je je eigen ritme zoeken. En dat moet zich weer voegen met de anderen. Het moet tot een verband leiden. En samen bewaren van het verband is lastig. Dat je weer niet zoek raakt in je ordening. Het is prachtig, hè, dat we spreken over een kloosterorde. Dus dat ken ik iets. Wat is dat dan, orde? Van welke orde is dat dan? Wat bepaalt hier de ordening? Ik denk dat het duidelijk is wat de ordening bepaalt. Namelijk het lege midden. Dus dat is lastig ordenen. Ik begrijp wat ik bedoel. Samen bewaren van het verband. Allee, zie je het verband niet? Nee, het is te ingewikkeld. En dat kan. Dat kan te ingewikkeld worden. En dat is toch een ander beeld dan dat je probeert een verband aan te leggen, zodat het ook werkelijk een helend verband is. En dat gevoel van je bent uit elkaar gevallen, en hoe krijgen we dat weer geheeld? Dat kent ieder van ons, omdat je allerlei pijnlijke situaties kunt tegenkomen waarin het even niet gaat in gesprek met de ander, waarin het even niet gaat met de betreffende leerling of de klas. Dan valt het als het ware uit elkaar. Hoe krijg je dat nou weer bij elkaar? Dat is ook ordening en verband. Samen bewaren van het verband. Voor mij is dus de karmel steeds meer een fenomeen geworden om bij stil te staan. Dat is mijn weg. Maar ieder van ons heeft zijn eigen weg en vorm. En dat is een kwestie van passen. Van passen en meten. Dat is een mooie uitdrukking, hè? Wat past bij jou? En meestal bedoelen we iets meer dan dat je kleren op een bepaalde maat moeten worden gesneden. Wat past bij jou? En voor mij hangt daar de vraag dus achter. Waardoor word jij nou aangetrokken? Waardoor word jij geïnspireerd? Wie heeft voor jou aantrekkingskracht? Aantrekkingskracht is heel prachtig. Net zoals drijfveer. Dus vaak wordt inspiratie en de geest krijgen verbonden met drijfveer. De onderstroom wordt het ook wel genoemd. De onderstroom waarop ik ga. Of niet. Ik wist toen ik burn-out was, ik ben de vorm van mijn leven, dus de buitenkant zal ik maar zeggen. In alle aspecten buitenkant. Hè? Klopt niet meer, past niet meer bij de onderstroom. Die zijn als het ware los van elkaar geraakt. Want je kunt dus ook op drift raken met je drijfveren. Dus gedrevenheid is prachtig. Ik word hierdoor gedreven. Fantastisch, gemotiveerd, het zet je in beweging. Maar gedrevenheid kan zomaar driftig
worden. En dan raak jij op drift en dan ga je driftig reageren en dan is het ook vaak gedaan met je communicatie met je omgeving. Aantrekkingskracht is heel belangrijk. Wat trekt jouw aandacht? Wat trekt jouw aandacht? We hebben allemaal onze eigen biografie. Daarom heb ik ook willen vertellen over mijn eigen leven. Zorg dat het niet een abstract verhaal wordt, maar een verhaal van binnenuit. Maar uiteraard met de hoop dat u daarvan aspecten voelt en herkent waarvan u denkt, hoe is dat in mijn leven? Hoe zit dat in mijn klas? Hoe gaat het met mijn baan? Wat past in en bij jouw leven? You have all the pieces, now put them all together. Dus wat verdient vooral jouw aandacht? Dat is de vraag waarmee ik graag wil eindigen. Ik hoop dat deze inleiding, zo is die bedoeld, als inleiding van deze dag, ons helpt ook zo meteen in de workshops om ons te richten op wat verdient vooral jouw aandacht. Dankjewel.